De Maritieme Autoriteit Suriname Mas kreeg omstreeks 6:50 vanmorgen een melding binnen dat een ponton volgeladen met zand is komen vast te zitten onder de Weidenbosbrug. Volgens Lloyd Gemert, stafmedewerker van Mas, is de ponton tegen de kabels van de Weidenbosbrug aangevaren. Waardoor de graafmachine vast kwam te zitten tussen de touwen van de beschermwand van de brug. Volgens Gemert is het nog niet duidelijk van welke maatschappij de ponton is. Gemert zegt dat het van een van de zandbedrijven moet zijn die werkzaamheden in de buurt van de sluis aan de Saramaka-doorsteek verricht. Met een hijskraan wordt er geprobeerd de graafmachine te lichten. Volgens Starnieuws wordt er assistentie geboden door Andy Arias van Seahorse. Arias geeft aan dat er water weggepompt wordt omdat de ponton ook een scheur heeft. Het is tot nog toe niet duidelijk wat de oorzaak is geweest dat de ponton is komen vast te zitten tussen de kabels van de Weidenbosbrug.